Yo guys, leuk dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe video. Mijn naam is Dus en vandaag zijn we weer bij Minecraft Pocket Edition bij de Survival. Gaan we gewoon verder. Waar we zijn gebleven? En het gaat toch wel even duren. Zijn we aangekomen? Jazeker. Dan zie ik onze schampies. Hoe zijn die koeien ooit? Hoe is deze koe ontsnapt? Weet je, koe, als jij ontsnapt, dan krijg je ook de dood. Dat vind ik wel zo eerlijk. Anders was het niet echt eerlijk, vond ik. En waar gaan we heen? Ik wou pad gaan voor, hoe heet het? Om bomen te hakken, heel veel, twee sterkte of zo. Ga ik wel een nieuwe pickaxe van maken, natuurlijk. Picky hacks. Ik heb dat sowieso 47 of zo, hè. En dan maken we nog wat stinks. En dan gaan we een pickaxe axe maken. Dan hebben we er twee. En dan gaan we om pad. Ik kom niet dat het bijna nacht is, want dat zou wel echt brug zijn. Ik hoop altijd dat we de nacht overleven. Ik denk van wel eigenlijk, maar toch is er altijd risico. Nee, maar ik kon in de spawn gaan, maar dat is toch dom, want ja, ik moet natuurlijk op zoek gaan. Ik zie daar helemaal achter twee villagers. Wat doen die hier? Terwijl er achter de. Je moet dat ik hier geen villager met een villager kan ruilen. Normaal zou je dat wel moeten kunnen, hoor. Dat is gewoon. Ja, ik weet niet. Dan kon er niet man aan die oceaankaart vragen. Hoor. Of woodland, maar die zijn hier helemaal genoeg niet, helaas. Ik ben een pink. Een pink. Heb ik genoeg? Ja, ik heb nog 16 bucket potatoes. Oh, daar gaat het huis al mee bezig waren. Laat dat dan maar staan. Maar ik zie nergens een boom. Ja, daar is een boom. Sorry, ik ben een beetje verkouden, maar dat gaat me niet afwijken van de video. Dat beide is sowieso bijna kapot. Maar we moeten gewoon heel veel gaan minen. Maar waarom zeg ik nou de hele tijd iets met een pickaxe? Bij hakken voor dit huis. Wat ik wil maken. Weet je, hoe lang eet ik? Jullie is ook een dikke grot. Dus we gaan gewoon op pad. Ik maak even deze kimpjes dood. Ach ja, laten we maar 1-2 leven. Dan als ik eentje laat overleven, die vindt geen schaalschap meer. Zal zielig zijn voor hem of voor haar. Ja, ik denk meer alleen haars. Mag ze niet de koeien kunnen, zeg maar, samen gaan? Want ja, dat zijn natuurlijk alleen vrouwtjes. Koeien is altijd een vrouwtje. En een mannetje is een stier. Dus ik snap dat nooit. Oh, dat is stierwoed. Dat is goede woed. En dan gaan we die natuurlijk wel hakken, hè. Hank, het boompje. En het boompje is gehakt. Dus dan gaan we ja op zoek naar bomen. Een schaap. Ik ben al best ver van huis. Eigenlijk hoop ik vandaag als ik nog ben natuurlijk op zoek ga, dat ik misschien nog een tempel of zo vind. Maar dan moeten we echt jungle zijn of een nieuw ander village. Kijk, ik wil graag die zand, dat is zand door, want dan kan ik hoe heet het, een piramide. Waarom zou ik de hele tijd piramide tempel vinden? Alleen, ja. Daar zijn ook totaal geen bomen, dus dat kunnen eigenlijk onze plannen niet echt doen. Wij moeten natuurlijk heel veel bomen hebben. Oh, het is nu richting nacht. Ik hoop niet dat we doodgaan. Ik wil gewoon een paar boompjes, een paar, veel bomen, hebben voor het huis, grote huis. Dus dan is het maar lekker hakken. Wat is dit van God? Ik sprong echt prachtig eroverheen. Hier is het dikke strand. Twee konijnen. Maar ik hoef het strand niet in. Ik ga denk ik die berg op. Dan kom je nog zoveel zombies tegenkomen. Want dan ben ik eigenlijk wel fucked up. Als ik echt zombies tegen, echt heel veel tegenkom. Hoop ik niet dat ik doodga. Want als ik doodga,
Ja, ik weet niet precies van waar ik ben en daar ben ik serieus dit allemaal kwijt. Ik ben ook echt zo'n slempie. Ik doe mijn eigen zo niet in de kist, hè. Ik hou het gewoon bij me. Dan ben ik echt slim en. Dus met alle eieren die ik had, hè, en ook al de dingen. Oh, hoe dom kan je zijn? Hoe dom kan ik zijn? Dit is wel een chille berg. Grote, mooie berg. Maar ik heb nog geen zombie gezien. Want de hele tijd als ik dat zie, denk ik van, staat hier peaceful of wat? Maar ik heb hem nooit op peaceful gezet. Dat ga ik niet meer doen. Dat vind ik eigenlijk toch niet echt survival. Dat heb ik met jullie beloofd. De vorige keer had ik dat wel gedaan, maar nu heb ik afgesproken dat ik niet zou doen en dat heb ik niet gedaan. En ik was vroeger bang dat ik doodging en ja. Zo. Kunnen we rustig naar onder? Ja. Zou je het moeten delen, maar die kant op? Als we een spawn willen. Maar hoe kunnen hier nog steeds allemaal van die savannebomen zijn? Die zijn toch alleen. Die zijn niet onnodig echt op groot gebied. Aan de ene kant is het wel leuk als ik ooit ergens een mooi savannehuisje wil bouwen. Dan heb ik wel echt heel veel savannebomen. Maar ik heb zelfs nog geen zombie gezien. Dat is wel eigenlijk heel erg. Ja, koeien, die wil ik altijd hebben. Oei, heb ik nog geen hit gekregen? Lijkt net of iets fout staat. Oh ja, ik zie een spin. Nee, is goed al. Heel goed. Ik dacht even dat er iets was met Minecraft. En ik leek net of ik geen damage net kreeg. Maar ja, misschien was het gewoon puur omdat ik niet van hoogte, goede hoogte sprong om damage te krijgen. Oh. Even naar achteren. Zo, en jij bent ook dood. Nu zijn er wel de zombies aangebroken. Nu moet ik meer oppassen en hakken eigenlijk. Maar we gaan toch gewoon door met hakken, want we moeten nog wel wat boompjes pakken. Oh, dat rijmt, soort van, denk ik. Nee, koeien. Die pakken me hier de tijd. Die geeft me toch wel. Wat. Ja, ik speel sowieso ook maar wat verder. En daar heb ik heel erg nodig in de toekomst. Voor de boekies. Weet je wat ik snap, hè? Als je een boekje maakt. Oh joh, een Reaper. Een zombie. Oké, laat hem maar. Ik wil pakken toch. Dan zie ik toch al. Ik ging hem pakken, maar. Ja, ik fok hem, ja. Ik hoop dat het binnenkort dag is, want ik heb geen zin met al die zombies hier, want die zombies pakken mij dadelijk echt. Maar ik zie niet zo heel veel zombies, alleen soms één creepertje of een zombietje. De serie is vanaf daar exploderen. Zie ik ergens een goede boom? Is dit een goede boom? Jep. Wat hebben we trouwens ook? Twee stacks. 1,5 stack. Van de bomen. Maar ik wil ook eens 3 of 4 stacks bomen pakken. Dan kunnen we daarmee wel even een tijdje mee vooruit, denk ik. Met het huis. Ik denk dat ik nog wel meer nodig heb over wat ik van plan ben. Maar dan kunnen we wel een begin maken van het. Zo serieus als een creepje, zeg maar of niet? Nee, die is aan het zwemmen, ja. Dan is die wel best loom. Oké, doei, ik ben weg. Zijn nog twee, zijn nog twee. Zijn nog twee. Zo, die is dood. En nu weg hier. Yo, ga fucking niet op die dingen. Dat was niet echt de bedoeling, maar het ging me, het gebeurde wel. Gelukkig ben ik niet doodgegaan. Het is eigenlijk een gebied vol met al die bergen, maar dan niet zomaar bergen, maar allemaal niet savannebomen. Er zijn best veel savanneboompjes hier. Ja, ik kom hier echt net niet op, hè. Ja, zie je, er is wel een stiekem doorgang naar slaven, zie ik. Is daar obsidian? Ja. Ook zo'n droge been is obsidian. Daar is ook al het. Het is, ja. Woestijn.
Ook niet zo handig. Even kijken. Misschien vinden we een piramide. Oei, joh, wat is dat? Oh, dat zijn van die zombies. Dat ken ik nog. Dat is een best irritant. Ja, gaan we niet pakken, jongen. Oh, ik pak jou. Oei, hier zijn er meerdere. Hier zijn er fucking drie. Hoe komen er hier van drie van die zombies opeens? Zo, ik pak hem wel. Ja, zo. Oké, ik heb eens drie van die zombies. Maar ze zijn echt zo vaak. Er zijn drie bij elkaar. Zo, ga even door. Dat moet langs jou. Ik wil eigenlijk zo een beetje gaan tot ik dadelijk op de bomen terecht kom. Zo. En daar zijn denk ik alweer bomen. Daarachter zie ik zo. En dan gaan we meer hakken. Ik wil vier stacks halen en dan denk ik dat ik naar huis ga. Nou, gelukkig heb ik mijn kompas bij me. Dan heb ik toch wel eens al geslapen. Dus als ik... kom ik wel terug, hoor. Even kijken, hoe kom ik hier over? Waar is een goede boom? Dit is een goede boom, zie ik. Hoe jouw ding lijkt. Mij wordt het een soort van dag. Dat is experience. Mag ik zien naar die boom? Oh, daar is die boom. Zo, dan gaan we die boom ook omhakken. Ik zie daar lava. Ik denk dat het lava is. Ja, dat is sowieso lava. Dat kan niks anders zijn. Ga even weg. Ga even weg. Die doet meer damage. Zo zie je een vier klappen dood. Maar ik denk dat we door de woestijn moeten trekken. Want al die bergen zijn best wel irritant. We hebben geen zin om alles te beklimmen. Overheen. Nee! Ik word gehit. Maar hier is echt veel woestijngebied. En echt nergens echt goed gebied, zeg maar. Ja, je weet wat ik bedoel met goed gebied. Eigenlijk is deze wereld bedekt met savannebomen of wat? Ik zie alleen maar savannebomen. Is het een soort van speciale wereld? Weet ik veel. Eigenlijk is het best irritant, want savannebomen heb je niet echt vaak. Ja, die zijn soms mooi, maar soms ook echt lelijk. Bak ook niet weer even. 1, 2, en niet de dood. Helaas gooi je nu even de spin. Spin ook dood. Hé, hey, popoens, die heb ik nog niet. Misschien handig om mee te nemen. Een leuk souvenirtje van het terugweg, hè. Zo. Zo, hebben we er 6. Hoeveel stacks heb ik al? Heb sinds je die stack nog niet afgemaakt? Afgerond. Dat is naaiend, hè? Ach ja, het komt er goed, denk ik. Of als het echt langer gaat duren, dan misschien wel... Oh, dat is een witch. Die wil ik wel. Dan kunnen ook misschien de... Niet zielig, dan ga ik geen drankjes. Wat heb ik van hem gekregen? Wat sugar? Ja! Wauw! Wat krijg ik, sugarcane? Ben ik echt klachtig blij mee. Ja, echt hè. Ik moet echt nog zoiets vinden. Ik wil een zadel hebben. Als we ooit eens een zadel vinden, wil ik echt vinden. Dan kan ik de paard aan temmen. Want het paard vind ik wel. Maar gewoon even wat sugar. Ja, dat heb ik eigenlijk eentje al. En dan kan ik hem feeden. En dan wordt hij blij. Waar is hier een boom? Daar. Die boom lekker omhakken. Waar zijn nog meer bomen? Zullen ze nog over jungle bomen? Hoe kan dat? Is het een zwartje, maar dit is echt veel te ver weg om die helemaal te gaan lokken. Dat ga ik niet doen. Ik ben echt helemaal het ding door aan het trekken. Het is echt een avontuur, hè? Het is een avontuur met mij. Kijk, 3 koeien weer. Nice. Ik krijg weer wat extra van die stuff. Nou, weer geen ladder. Geef me het level, domme koeien.
Die koeien die zijn steeds minder waard al. Ik krijg steeds geen ladder. Dat is irritant als je het mij eens vraagt. Ladder heb ik echt hard nodig voor die bonkies later. Voor de enchanting. En ik wil zo graag zo'n enchanting table krijgen. Want dan kan ik dik level 30 als ik. Level 30 heb als ik dat krijg. Met die, je weet wel. Voor die, hoe is dat nou? Ik ben even de naam kwijt. Met een chat door heel veel boeken kost door. En dat kost zeker best veel. Zo, dat zijn een paar normale bomen. Dat is ook normaal kleur. Dat is een normale bos, eindelijk. Eindelijk heb ik een normale bos gevonden. Maar zeg, lange tijd heb ik die niet gezien, jongen ouw. Normale bos lag lang van ons ver weg, hè. Maar we hebben hem eindelijk gevonden. Zo. Weet je, komen ik ook iets langer de mining gaan. Want dan wil ik diamonds gaan vinden. Diamonds sowieso. En dan probeer ik nether. En dan meteen de enchanting table. En die dingen wil ik wel. En natuurlijk lapis dan voor de enchanting table. Die vind ik denk ik wel best snel. Zo, hier zijn eindelijk eens een goed bosje. Want hier heb je heel veel goede bomen. En die kan ik goed gaan gebruiken. Zo. En dan moet echt een update komen dat je met dingen villages kan ruilen, ouwe. Dan ken ik het. Ja, zie je, nu gaat het ook super snel met die bomen. Dan krijg ik ook meteen stekken sneller erbij. Pakken we die boom nog eens. Oh, we hebben al 3 stacks bij elkaar gemaakt. Misschien kunnen we nog eens veel mogelijk. Ik denk dat we 3 stacks, 4 stacks zijn niet halen met onze bijl. Maar dan hopen we dat we zoveel mogelijk halen proberen. Huh? Heb ik geen plaats meer? Dan pakken we spider eye weg. Dan hebben we plaats, hè. Wil je ook bij een shift? Ja, ik noem het altijd die shift. Zo. Nou, deze boom natuurlijk. Deze boom natuurlijk ook nog, hè. Niet vergeten, geen enkele boom vergeten. Jonkoe. Hebben we zeker nodig. Cookie attack. Ah, yes, we hebben eindelijk wat ladder erbij. Ik bedoel 10. Of misschien hebben we nog in de kist nog wat. Ik weet zelf niet. Maar we hebben wel al wat. Ah, ik denk ik stek niet gehaald. Maar we halen wel. Toch, we hebben toch wel best veel hout gehaald. En dat is wel netjes, vind ik. Zo. Dat is weer een koe, zie ik. Jullie gaan die ook even doden. Oh ja, bang! En dat is nog een. Oh nee, ik dacht dat het een koe zag. Denk je dat hier als een village in de buurt is? Want het is ook echt zo'n plattelandgebied. En een plattelandgebied is binnen altijd een village. Heel vaak. Even snel kijken of ik een village zo snel zie. Nee, dan laat ik maar. Dan maak ik even een pickaxe op. En dan ga ik maar weer naar huis. Om daar aan het huisje verder te gaan. Dus ik probeer dat ik met deze hout genoeg heb. Anders moet ik nog zo heel veel hout gaan halen. Dat is echt veel. Zo. Ja, en dan pik ik er zo voor. Dan hebben we 3 stacks. 3 stacks en 44 nog. We kunnen in principe het stack afmaken. Wacht eens even. Ik heb. Nou, laat maar. Ik kon het maken natuurlijk, maar fuck dat. We gaan naar huis, welke kant moeten we op? Door het bos heen. Zo. Oh, nee! Kijk, ik kon precies die rechte lijn aanhouden. Nog niet gelukt. Zo. Nee. Fuck. Ja. Lukt nog.
Dacht, we zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang niet, dus. Dat is toch wel even lange doortrekken dan je denkt. We zijn eigenlijk best wel ver gegaan. De berg op. Hebben we wat we kunnen verspillen? Een van die kunnen we hierheen. Kunnen hier zo naar boven. Hier zo, zo, zo. Dan zijn we er weer. Tot nu. Durven dat nog lang? Ja, la 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 la. Oh mijn god, we zijn echt verbannen. Het ligt net of ik in het op het land viel. Oh, en zoals ik meteen doe. Gelukkig gebeurde het niet. En leven we gewoon nog. Op het land is iets sneller. Ja, of niet echt, want het waar. Ja, ik weet zelf niet. Ja, moet ik over die bergen. Die bergen, die zijn zo irritant. Waar van die grote megabergen. Maar daar lijkt net of ik daar gewoon omlopen. Als dat zou kunnen. Is het niet dat? Volgens mij ben ik hier al best wel eerder geweest. Dat is ook logisch, maar echt wel sneller eerder. Ik ben terug bij, maar dat is bijna onmogelijk. Nee, volgens mij is die zo van... Doorgang, maar ik zie dan een koe, dus die koe ga ik pakken. Wat is die doorgang? Dat is eigenlijk, ja, dat was halverwege misschien. Twee koeien, lekker. Oh yes, die had twee dingen. Nice. Vol 13, toch een paar van die ladder gepakt onderweg. Dat is ook nice. Ook sugarcane. Doodoo. Heel fijn om te hebben natuurlijk. En dan zijn we er bijna, denk ik. Deze kant helemaal op, moet die hele berg op. Tjoek, 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 tjoek. Zo, gaat dus lukken, sowieso. Zo. Worden nog steeds al bijna nacht? Oh, ik ben nog niet thuis. Dit was dom, dit was heel erg dom. Jullie zien het. Jullie zien het. Ik heb serieus een half hartje over. Half hartje. Hoogstuk mogelijk, kijk. Oh, we waren echt bijna dood. Dit kunnen we echt bijna de pineut. Dan moet we... Ik dacht even dat... Ja, oh, ik was echt net bijna helemaal op je neus. Helemaal. Oh, dat was echt heel dom van mij om daar te springen. Ik dacht van het hadden het gemak, maar toen zag ik dat het land veel dichterbij is, toch, waar ik niet aan oplette. Niet echt naar keek. Ja. En dan weet je wel wat er gebeurt, hè. Dat was echt dom van mij. Dat was normaal. Ja, oh. Waarom deed ik zo dom mee? Ja, ik heb een shovel bij me. Nice! Tjoen, 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 tjoen. Met een shovel komen er veel makkelijker. La, 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 la. Ja, dat is ook dom voor mij, hè. Maar het gaat wel goed. Gelukkig leven we wel nog. Dat is wel een heel groot voordeel. Noem, noem. Joko, nu doe ik het niet meer. Je gaat eten voor de hield erbij. Daar heb ik niet zo heel veel hield meer. En dan gaan we richting house. Ik hoop maar dat we snel zijn. Dan kunnen we snel verder gaan met het huis. Wat is er nog mee gevonden? Ik dacht dat ik er al lang mee verbonden was. Normaal ben ik er altijd mee verbonden, maar Shem was iets fout gegaan. Het was bijna nacht, kom op, ben ik er bijna. Ik hoop van wel. Over die bomen heen, dit keer durf ik wel. Halalala, spring gewoon te ver. Dat is een skeleton, skeleton is een echt eng, want die zijn best sterk hoor. Nu snel zijn, want het wordt nacht en de zombies en al die dingen spawnen al. Ik denk dat we al bijna zijn trouwens, we zijn al best lang onderweg. Ze zijn het echt bij ons, maar is het de laatste berg. Hopelijk. Maar goed, die woestijn tegenkomen, dat snap ik niet. Dus daar is die woestijn.
We zien het wel, weet je. Dag, Sovillage, we zijn er lekker. We zijn maar thuis. Ga nu slapen. Wacht even, het is wel even iets makkelijker. Zo. Ik ga even zo naar binnen, vind ik makkelijk. Ik ga zo slapen snel. Hoog zegt experience, laat het experience maar. Yes, we zijn gewoon thuis aangekomen. En dan ga je natuurlijk de dingen in de chest stoppen die we even op het moment niet nodig hebben. Dit. Wacht even, ik wil nog niet wat hier even iets doen. Even het boompjes planten. Dat kan gaan groeien. No. Tjoek. Dan kan het lekker aan de groei gaan. Zo, dan hebben we altijd wel wat bomen hier. En die kunnen lekker de groei in gaan. Ik ga eens kijken, wat is hier eigenlijk bezig? Glas. Dit kan erin, dit. Ja, eigenlijk, dit wil ik al houden. Dit natuurlijk, dit. Sugarcane, nou, potatoes niet echt. Die. En dan maak ik ons even nieuwe. Echt, en dan gaan we even bezig met het huisje. Ik ben benieuwd waar we gebleven waren. Ik weet het zelf. Nou, niet meer. Waar we gebleven waren, precies. Had ik de eerste verdieping zeg maar helemaal af. Ik kan dat niet geloven. Nee, totaal niet of zo. Ik heb mis ook heel veel glas. Dan gaan we eens even wat hout pakken. Dan doen we er even zo bij. Zo, dan hebben we nu op het moment een stack. Dan maak ik even dit dak af. Dan gaan we verwachten dat we het glas kunnen krijgen. Het glas hebben we nu best wel nodig. Ja, ik kan al beginnen met het volgende stuk. Wacht. Zo, dat wil ik zo doen. Ja, zo. Zo wil ik dat gaan doen. En dan doen we dat hier precies hetzelfde. Komt hier. En dingen. Hier ook. Dan hier mogen de glazen één. Worden die glazen maar één gemaakt. Nee, wacht. Hier worden die glazen gewoon zo gemaakt. Dus maar. Nee, wacht. Dan worden die glazen hier ook gewoon zo gewoon heel groot gemaakt. Dan ziet het wel best vet eruit. Denk ik, hoop ik. Nou, zien we, anders kunnen we dat nog altijd vervangen. Dan hebben we natuurlijk snel wel even een deur nodig. En kijken of het glas van ondertussen best ver is. Dan kunnen we al wat glas pakken. Oh ja, alles staat dus op. Ik heb dan onze chest en onze furnace. Een schambesier. You are mad. Binnen, hier, oké. Okay. Het glas. We hebben 27. Gaan we even al het glas maken. We kunnen 1, 2, 3, 4, 5. En dan moeten we... maken we eens 1, 2, 2 deuren. Dan hebben we nu 6 van die deuren. Want die kunnen we nog heel goed gaan gebruiken. Die gaan we nu nog even naar het huis natuurlijk. Om het verder af te maken. Maar zet je nog eens daar. Dan wil ik ook al het glas plaatsen. Hier een glas. En dan zo doen we dat. Wacht, wat ik wel moet doen is wel even... Ik heb al een grote fout gemaakt. Wacht, dit ziet er wel niet uit. Die moet weg. Die moet weg. En ja, die is weg. Dan pakken we even ons hout erbij. Zo. Ah, ziet er wel uit. Dan gaan we naar binnen. Dan krijg je dit.
Dat wou ik. Hier. En hier een deur plaatsen. Zo, dan pak ik nog een glas erbij. Om dit te maken. Dan maak ik natuurlijk... Oh ja, hier heb ik... Huh? Dat moet natuurlijk zo, hè. Oh nee, wacht. Dit natuurlijk moet dan... helemaal zo bedekt worden. Dit natuurlijk ook. En dit moet ook helemaal weggehaald worden. Zo, dan maken we dit 1, 2, 3, 4. 1, 2, doek, doek, doek. Hup. Koek. Goed. Zo. Yep, die is ook klaar. Oh, weet je, ik heb geen zin om heel de terug te lopen. Maak maar even hier zo'n crafting table. Dan plaats ik hem even hier aan de hoek. Of plaats ik hem even hier. Dan gaan we even trapjes maken. Ja, die ook heel erg nodig. Om dan hier te plaatsen. Doek. Ik heb die dan weggehaald. Dat is ook goed. Zo. Doek. Dat is de eerste trap. Klaar. Yep. Nu gaat die deuren. Huh? Waarom zit... Waar komt deze deur in godsnaam vandaan? Deze deur hoort hij niet eens. Zo, ja. Dan hier, wacht, daar is daar. En dan moet hier. Zo. Ah, kut, dat was niet echt de bedoeling. Nee, die wou ik niet weghalen. Fuck. Dan moet ik die opnieuw plaatsen. Deze wil ik nu weghalen. Die hier plaatsen, zo. En kom je. Wacht. Dan moet ik dit gaan doen. Wacht. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Zo, dan moet ik dit helemaal gaan doen. Waar je naar boven komt is een balkon. Dat was mijn idee een beetje, om vet te maken. Zo. Pakken we de 1 van de 3 stacks al. Zo. Zo, dan maak ik even deze af. De laatste, ja. En vonden jullie de video nou leuk? Doe dan een like onder en abonneer zeker op dit kanaal. En dan hoop ik dat jullie de volgende keer weer zien. Doei doei en tot gauw.